Hij heeft bloed naar neus. Dat is pijn. Nou, u kunt nog even wachten. Ah, fijn. Maar ik heb eigenlijk net alles al helemaal schoongemaakt. Dus liggen mag ook. De dokter zal zo komen. Hebt u wat hulp nodig of lukt het ons om jezelf? Het gaat prima, het gaat prima. Nou, dat komt ook van de spanning. Daar hebben meer mensen last van, hoor. Ik help u even omhoog. Oh, ja. Ja. Nou hebben we dat maar meteen gehad, zo'n intiem moment. Ja. Mevrouw Bosboom, het lijkt me duidelijk waar u voor komt. Ja, dat roken, hè, dat tekent op de duur. Hè. Ik wil gewoon, ik heb zulke lelijke rimpels gekregen. De rimpels? Ja, dat mag even lekker volgespoten worden. En welke rimpels bedoelt u? Waar moet ik zijn? Nou, dit ziet er ook niet meer lekker uit, hoor. Maar, ja. Ga maar even de bloeddruk meten. Wat zeg je? Ga maar even de bloeddruk meten. Als u nog even gaat liggen, ja. Want dan kunnen wij vast wat voorbereidingen treffen. Dan ga ik bijvoorbeeld uw bloeddruk meten. Ja, nou daar ligt hij. Ja. Dat zag u niet aankomen. Nee. Ik probeer hem altijd een beetje te smeren. De sfeer erin te houden. Ja. Moment. Ja, dit stort ook in. Maakt niet uit. Ik pak die andere arm. Want dat is beter. Moment. Hebt u dit wel eens omgehad? Zo'n bloeddrukmeter? Nee, vertel. Wat is dit? Nou, dit is dus de bedoeling... Ik zou hem niet doen, lieve schat. Doorheen. Ja, een beetje hoog. Lekker hoog. Ja. Nou, mevrouw Bosboom. Geen enkel probleem. Ja, ik voel me helemaal op mijn gemak bij jou. Nou, hè? Ja. Dan gaan we. Ja. Even de tanden op elkaar. Ja, ik heb een kusgebied, lieve schat. Die tanden, die kan ik niet meer op elkaar zetten. Ik ben het even aan het poppen. Dat kan een beetje... Oké. Gevoelig worden. Kom maar binnen. Gerard komt binnen. Hij is de cosmetische arts. Inspecteert het gezicht. Kijk. Dokter Gerard, fijn dat u er bent. Kijk, zo'n gezicht zou ik wel willen. Ja, lekker strak. En u wil ook graag uw lippen, zeg ik, hè? Ja. Zullen we het even aftekenen, mevrouwtje? Ja. Nou, dokter, de bloeddruk was prima, dus u kunt beginnen. Zullen we niet gelijk die borsten ook meenemen? Want dat ziet er natuurlijk niet uit, hè? Het zijn wat zandzakken, heb ja, ik. Ja, jongens, had ik heb 4 kinderen lopen zogen. Ja, maar... dokter, als ik u ergens mee van dienst kan zijn, dan hoor ik het graag. Ja, als jij eventjes de verband om aan de incisie graag daar, ja? Weet u het zeker? En blijf even rustig liggen, mevrouwtje, hè? Ja. Oh. Ga even rustig. Wil je even deze mevrouw helpen? Ja, ik heb een verbandje. Het zit niet meer in de trommel. Vivian, wil je even zorgen dat je mevrouw rustig blijft? Natuurlijk. En geef haar anders even 40 milligram oxycipa. Rustig. Dat vind ik niet zo erg. Vind ik vreselijk. Ik vind het een rommelige partij. Oh, ga eens eventjes liggen. Rustig. Ga eens eventjes heel snel liggen. Oh mijn god, dit kan toch allemaal niet? Dit gaat prima, draait u zich nu maar op. Zo. Oké, Vivienne, pak wat. Zo, als jij die uit de kast. Spuit Vivian, ja. Draai jij de patiënt even om. Die is inmiddels omgedraaid. Ja, ik doe maar eerst even een uitstrijkje. Dat lijkt me misschien wel handig. Nee, geen uitstrijkje. Ja? De patiënt moet verdovende crème hebben. Dat zeg ik. Verdovende crème. Ja. Kom eens even benen uit, gaat. Ja. Oh nee, dat was niet... Oh, dokter. Oh, mijn hele horloge is weg. Ik pak nog even het karretje, want we hebben echt deze spullen nodig. Vivian, help je eventjes. Natuurlijk, je bent tenslotte assistent, hè? Ja. Ik heb ook de verdovende crème. Oh, heel goed, heel goed. Die had ik nog net nodig. Zo. Dokter. Ja. Dokter, wanneer is de laatste keer dat iemand zo in je gezicht heeft gespoten? Ik wist nooit dat de assistente zo kon spuiten, maar dankjewel. Zeg liever, kom eens even hier. Ja. Als jij even de patiënt was, is erg nerveus. Ja, ik ben boet zijn, wacht dan, jongens. Wat wilt u precies dat ik doe? Spuiten. Oh. Ja, zo erg heb ik het nooit gedaan, hè, schat. Oké, doe maar even wat. De patiënt moet echt nu tot rust komen. De patiënt moet wat lachgas hebben. Lachgas? Ja. Lachgas. Ja, doet u dat maar op. Dan merkt u nog niks meer van die crème. Oh, dat gaat heel goed.
Is het genoeg, dokter? Heel goed, heel goed. Ja, dit is wel genoeg, hoor. Rustig blijven liggen. Oh, iets meer misschien nog. U bent nog iets te veel bij. Ja. Wat zegt de patiënt? Even omhoog, Vivian. Wel een beetje erbij. Oh. Oh. Het lachgas breekt ook nog. Nou, dat kan ik fixen, hoor. Daarvoor ben ik uw assistent. Per slot van rekening. Zo. Zullen wij... Oké.